In 1965 werkte ik in de discobar en daar ontmoette ik mijn grote liefde Leo. Ik was heel verlegen, maar ja, ik vond het toch wel een lekker ding. In de etalage van de oude V&D vertelt Therese Legdur uit Heilo hoe ze haar eerste grote liefde ontmoette. Dan moesten we samen ging ik naar het magazijn en dan zei Leo, oh, ik moet ook even wat halen. Dan werd de lift stilgezet en dan kreeg ik een heerlijke knuffel van hem. In het hele pand van V&D lopen zometeen draden waaraan koptelefoons hangen. Daar kunnen bezoekers ook het verhaal van Therese horen. Maar ook andere verhalen uit het rijke verleden van het warenhuis. Het is nog best wel een heel pril verleden, hè? Want dus je merkt ook dat de emotie die hier mee gepaard gaat. Dus dat verleden is echt heel erg vers. Maar misschien dus het moment om dat dus ook met elkaar te doen. Dan kreeg je 10 gulden. Terug naar het liefdesverhaal van Therese en Leo, want de relatie liep uiteindelijk op de klippen. Leo ging op wereldreis. Hij zei van ja, ik wil vrij zijn als ik op wereldreis ben. Dus hij heeft de verkering uitgemaakt. En ik zei van ja, ik weet niet of ik op jou blijf wachten. Dat heb ik ook niet gedaan. Want ze trouwden met een andere man. Maar na 24 jaar kwam ook daar een einde aan. En toen belde Leo weer op. Ja. Het was net of het nooit weg geweest was. Nou, laat hem er even bij halen dan. Ja. Leo? Zo ging dat. Maar dan nog even lekker uitgebreider hoor. In de lift.